Die zit ergens. Ja, waar zit je ergens, Dana? Ik zit ook in mijn kot, letterlijk. Ik zit in mijn bureau. En ja, we moeten naar de school blijven. We dat ook, Ja. hè. Zeg, jouw leven is eigenlijk plots helemaal stilgevallen. Hoe ervaar je eigenlijk de voorbije weken? Ja, het is beangstigend een beetje binnen, vind ik. Want we reden voor het laatste concert, reed ik naar Arnhem. En toen we aan het rijden waren, toen belden ze ons op te zeggen van kijk, draai maar terug om, want het concert van vanavond gaat niet door. Ja, dus ik heb er ondertussen 23 moeten annuleren, wat ik wel spijtig vind, want dat is natuurlijk een stukje onze broodwinning. Maar ja, het is voor iedereen hetzelfde. En dan probeer je vooral met iedereen solidair te zijn. En dan vind ik het fantastisch voor de mensen die nog wel gaan werken, die nog moeten gaan werken en die zich in het veld gooien om iedereen te behelpen op welk vlak dan ook. Dus ik chapeau voor al die mensen natuurlijk. Ja, wat doe je eigenlijk de hele dag? Ik denk dat het grote poetsje nu wel een beetje voorbij is, hè? Ja, daar zijn we ingevlogen, uiteraard, zoals iedereen, denk ik. Maar wij zijn hier nog wel wat verbouwingen bezig, omdat we hoorden dat het ging toeslaan. Dachten we van, kijk, laat ons nog wat materiaal en van alles inslaan om hier wat andere dingen te gaan doen. Maar ik heb mij ook een beetje gestoord op het koken, want ik ben niet zo'n keuken. En ik dacht, ik ga al mijn kookboeken die ik in de jaren vergaard heb en waar ik eigenlijk nog maar, denk ik, elke keer ene bladzijde van heb omgeslagen, dacht ik van, ik ga die toch eens wat grondiger bekijken en eens kijken of dat ik daar geen lekkere dingen uit kan klaarmaken. En dat is bij deze dan wel al gebeurd. Oké, fantastisch. En als alles achter de rug is, dan nodig je maar eens een vreemde uit, zoals mij of zo. Een eenzame mens, zo. Ja, ik dacht dat je dat bedoelde. Ja, dat dacht ik. Zeg, maar je bent ook niet stil blijven zitten, want je hebt een nieuw liedje geschreven. Thank you, Heroes for Today. Hoe is dat ontstaan, eigenlijk, dat idee? Oh ja, dus net zoals ik zei, van, er zijn mensen die, en dan denk ik vooral in de zorgsector, maar natuurlijk overal, in alle sectoren zijn er mensen die toch moeten gaan werken en die zich inzetten voor ons, dus eigenlijk de medemens, denk ik dan. Die mensen verdienen een dikke pluim, hè, want zij zijn degene wel die het land voor een stukje draaiende houden. En wij kijken toe van op afstand. En ik dacht van die mensen die verdienen een bijzonder dankwoord. En Ja. daarmee dacht ik van kijk. Dus muziek is mijn ding. En laat ons een heel mooi lied schrijven voor al die mensen wereldwijd die zich tot op vandaag nog altijd geven aan hun medemens. Ja, en het is ook opgenomen bij jou in je eigen kot, hè, om het zo te zeggen. Ja, eigenlijk waar ik nu zit, hier heb ik het opgenomen. En dan de twee mannen die gekomen waren van de techniek, die hebben dan buiten gezeten. En dat hebben we gecommuniceerd via een talkback. En eigenlijk al bij alles is dat supergoed gegaan, want het was goed weer toen we het hebben opgenomen. Dus die hebben een beetje koud gehad. Maar ja, dat is niet zo moeilijk, hè. Ja. Ik had lekker. Ja, er is ook meteen een oproep, want je zou eigenlijk willen dat mensen foto's sturen om daar straks een hele mooie originele videoclip mee te maken, Ja, omdat ik denk dat het heel belangrijk is, omdat wij praten wel over de zorgsector, maar die mensen hebben ook allemaal een gezicht en een naam. En dan dacht ik van, misschien is het wel leuk om al die mensen een goede foto of een selfie te laten insturen. En dan kunnen wij daar eigenlijk een mooie videoclip van maken waarin die mensen allemaal voorkomen. En ja, dus ik wil er nu niet in voorkomen, alleen het zingen, maar het fotomateriaal en al die dingen kunnen we iets heel moois van maken. En dan heeft tenminste iedereen die nog aan het werk is, dan weten wij tenminste, ah ja, den dieren op den dieren. En dat is toch wel leuk, denk ik. Oké, we gaan eens even kijken naar een stukje van het liedje en ook de oproep die jij gemaakt hebt. Thank you, de nieuwe single van Dana Winner. Er moet nog een clip gemaakt worden en daarvoor zijn nog heel veel foto's nodig. Hoe kunnen de mensen foto's insturen, Dana?
Ze kunnen eigenlijk dus een foto maken en dan het sturen naar heroesofthedaydanawinner.com of waar dan ook. Ze kunnen het eigenlijk naar de Heroes of the Day, dus als het maar sturen naar wat Dana Winner betreft, en dan komt het eigenlijk allemaal wel toe. Dus ja, ik zou willen dat het zoiets moois zou worden en dat er zoveel zou ingezonden worden, omdat ik denk dat er heel veel mensen in al die sectoren, dat er heel veel mensen toch nog wel bezig zijn. Ja, het is een mooi project, een hele warme oproep. Dus Heroes of the Day at danawinner.com. Zeg, hoe belangrijk is muziek nu vandaag de dag? Want alle Vlaamse artiesten liggen eigenlijk stil. Maar muziek is superbelangrijk geworden vandaag, hè, voor de mensen. Ja, muziek is iets wat dat altijd belangrijk is. Het maakt je hopelijk in heel veel gevallen heel vrolijk. Het ontroert ook soms. En dat is eigenlijk een stukje wat dat wij proberen te brengen naar de mensen toe. En het is daarom dat wij het zo erg vinden dat wij in ons kot moeten blijven. Maar ik begrijp het wel. Gelukkig hebben mensen nog altijd muziek via de radio. Kunnen ze nog altijd een cd opzetten. En mensen die iets insturen, en zien het opnieuw ook elke dag. Er zijn mensen die ongelooflijk creatief zijn. En daar denk ik dat het nu een beetje om draait, creativiteit. Ja, is het zo. Zeg, misschien met een beetje geluk, je weet niet wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk, maar op 31 oktober dit jaar heb je een groot concert gepland in het Sportpaleis. Hoe kijk je daar nu naartoe eigenlijk? Hoe zit het daarmee? Ja, ik kijk natuurlijk met een beetje gemengde gevoelens, want je weet niet hoe lang dit nog gaat duren. En we hebben tot nu toe eigenlijk ook bijna nog geen publiciteit of zo kunnen maken rond dit hele project. En er moet toch wel 12.000 mensen in het Sportpaleis kunnen. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat daar een beetje een gat is van zoveel maanden die wij niet kunnen vullen op die manier. Dus ik weet niet hoe het gaat uitdraaien of hoe het gaat evolueren, maar ik hoop uiteraard dat als het niet kan doorgaan, dat we het toch kunnen verplaatsen. Want al die dingen die moeten verplaatst worden, die moeten ook een nieuwe datum krijgen. En ik denk dat daar een beetje het vraagteken zal zijn. Oké. Ik duim alvast met jou voor een goede afloop van heel dit coronacrisis, dat we heel snel terug ons leven kunnen oppakken. Ik krijg van hier heel veel knuffels en kusjes. En achteraf dan kom ik dat wel bij jou brengen persoonlijk. Goed, afgesproken? Goed, dankjewel. Ik wil ook alle mensen die nu aan het kijken zijn ook een heel warm hart onder de riem steken. En gewoon zeggen van, kijk mensen, we zitten nu in deze situatie, maar laat het niet aan uw hart komen. Daarna wordt het super zo plezant en zorg goed voor elkaar. Oké, dat is heel mooi gesproken. Dankjewel, dame Winner. Dankjewel. Als we onze weg gaan, gaan poorten open naar een zee
zeevol dromen neemt je mee. I found a love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a boy, beautiful and sweet, and I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes listening to our favorite song, I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and he looks perfect tonight. Weet niet waarin, liet je deur op een keer, ik begin op een nieuw blad.